Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplazen.nl. Zoals iedereen inmiddels denk ik wel weet, de komende dagen wordt het flink warmer. Maar vandaag was dat nog niet helemaal te herkennen. Temperaturen lagen tussen de 15 en 19 graden en vooral landinwaarts hadden we te maken met veel bewolking. Dat zien we ook op de satellietbeelden. Vanuit het westen werd het vanmiddag wel zonniger, maar bovenland wisten er toch steeds weer stapelwolken te ontstaan. En vooral in het noordoosten en oosten waren ze dik genoeg voor een enkel licht buitje. We zien hetzelfde gebeuren boven Engeland en ook boven Ierland en ook in het noordwesten van Frankrijk. Boven zee is het schoon, maar boven land zijn er stapelwolken. Gelukkig komt er wel verandering in deze weersituatie, want de luchtdruk gaat stijgen en daardoor wordt de vorming van stapelwolken onderdrukt en dat levert dus meer zonneschijn op. En niet alleen meer zonneschijn, maar ook hogere temperaturen de temperatuurkaart van vandaag de 15 graden in het noordwesten van Nederland. En de warme lucht die bevindt zich duidelijk in het oosten, zuiden en zuidwesten van Europa. En als we de boel in beweging zetten, nou, dan zien we uiteraard dat het in de nacht wat afkoelt. En dan zien we morgen overdag de warme lucht terrein winnen. Het gaat nog niet heel overtuigend, maar vooral in het westen van Frankrijk beginnen de temperaturen aardig op te lopen. En morgenmiddag in Midden-Frankrijk al 28 graden. En bij ons 22. Dus dat gaat ook de goede kant op. Laten we nog verder lopen. Dan gaan we richting de warmste dag van deze week. En ook van dit jaar tot nu toe. Want een vrijdagmiddag wordt het 28 graden in ons land. Plaats ik zelfs 30 graden. We zien dat er dan een warme tong is in Frankrijk. Uitstrekkend tot over Duitsland. Dus de zomer breidt zich vanuit Frankrijk richting ons deel van Europa uit. Ook in het zuiden en oosten van Europa hoge temperaturen. Wisselvallig blijft het nog op de Britse eilanden en in delen van Scandinavië. Bij ons vanavond geen wisselvallig weer. Het heldere weer wat nu al in het westen zit, breidt zich langzaam verder uit. De stapelwolken lossen op. Dus tot zonsondergang nog aardig wat zonnige periode. Temperaturen rond een uur of 9, 14 graden. In de nacht kan het dan behoorlijk afkoelen. De wind gaat namelijk liggen en onder een heldere hemel wordt het in het noordoosten 4 graden. Dan kan er ook wat nevel ontstaan. In de rest van het land is het zo'n 6 tot 8 graden. Morgen overdag stralend zonnig weer. Weinig wind, temperaturen oplopend naar 19 tot 23 graden. Denk niet direct aan een heerlijke stranddag, want op het strand steekt een windje van zee op. En het zeewater is 13 graden. Dus dat betekent een temperatuur op de stranden van rond de 15 graden morgenmiddag. Dat is eigenlijk het enige minpuntje. In de rest van het land dus schitterend weer. Dan komen we bij de vrijdag. Nou, dan wordt het ook op de stranden warm. Ook daar 25 tot 28 graden. Landinwaarts 30 à 31 graden. Er is wat meer bewolking. In eerste instantie sluierwolken. In het westen soms al wat dikker. En dan is het wachten tot het moment dat de eerste buien komen. Ik ga er op dit moment vanuit dat dat pas vrijdagavond is. En dan zouden we dus nog een prima stranddag kunnen hebben. Maar het is wel onzeker. Dus houden we berichten daarover donderdag in de gaten. In de nacht naar zaterdag en zaterdag overdag trekken er dan meer buien over het land. Ook daar kan het bij omweren, enkele keer hagelen en dan wordt de warme lucht overal verdreven. Zondag hebben we een noordwestenwind, stroomt koelere lucht het land binnen. Zondag 17 tot 21 graden, dus een forse afkoeling, maar ook een flinke zonnige periode en droog weer. Dus slecht kunnen we het niet noemen. Kijken we nog even naar de kans op zomerweer. Nou, dan zien we duidelijk dat de dag van de vrijdag eruit springt. 100% kans op meer dan 25 graden in midden-Nederland. Zaterdag misschien dus nog een warme dag. En daarna is het voorlopig weer even bekeken met de warmte. Pas op langere termijn begint het langzaam weer iets op te lopen. Ik wens u allen een heerlijke donderdag toe en een warme vrijdag. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.